ontknoping van het Van Meegeren mysterie. Dat wordt ingeleid door Henk van Ulsen. En wat bezielt een mens toch? Een man, een kunstschilder. Ongewoon begaafd en technisch en virtuoos. Wat bezielt zo iemand om zijn talenten te gebruiken om de hele wereld te bedriegen? Het is dit jaar, een eeuw geleden, dat in Deventer geboren werd Han van Meegeren. In de nu volgende documentaire wordt opnieuw een poging gedaan om het geheim te ontraadselen van de grootste vervalser van de eeuw, zoals hij genoemd werd. De meestervervalser, de man die het bestond om de naties voor miljoenen op te lichten middels vervalste schilderijen. Het gaat om het geheim dat hij in zijn graf heeft meegenomen. Was hij zo miskend? Voelde hij zich werkelijk ondergewaardeerd? Of lag het aan die moeilijke jeugd in Deventer? Aan de situatie met zijn vader? Ging het inderdaad om een wraakneming op deskundigen of kunsthistorici en dergelijke figuren? Toen destijds eenmaal de waarheid aan het licht kwam, veroorzaakte dat een explosie waarvan nu, 42 jaar later, de natrillingen nog voelbaar zijn. Het is ongeveer 15 jaar geleden dat ik de rol speelde van Han van Meegeren. Dat was in een gedramatiseerde documentaire van Marie-Louise Doudard de Lagree, onder de titel Het Fenomeen. Doudard de Lagree had Van Meegeren uitgebreid meegemaakt. Het was toen onze bedoeling om de mens van Meegeren te tonen. Het nu volgende programma gaat vele stappen verder in de poging om een waar portret te schilderen van Han van Meegeren. Op 12 november 1947 veroordeelde de arrondissementsrechtbank van Amsterdam Henricus Antonius van Meegeren, schilder van beroep, tot een gevangenisstraf van 1 jaar. Van Meegeren was schuldig bevonden aan het vervalsen van schilderijen met het oogmerk zichzelf of een ander wederrechtelijk te bevoordelen. In binnen- en buitenland was Han van Meegeren wekenlang voorpagina nieuws. Han van Meegeren u iets? Nee, niets. Echt niet. Niks. Nee, spijt me. Helemaal niks. Han van Meegeren. Is die van die icoon of zo? Han van Meegeren, jawel. Schilder, hè? Een schilder, dacht ik ook. Dat is een grote naper, is het niet? Dat dacht ik ook, hè? Ja? Maar heel een hele knappe. Ja, schilderijvervalser. Ik kom wel bekend voor, maar ik weet niet zo gauw wie het is. Van Meegeren. De meest besproken kunstschilder, denk ik, van de 20e eeuw. Na Mondriaan en Willink, althans in Nederland. Han van Meegeren werd op 16 oktober 1889 in Deventer geboren. Hij was de zoon van Augusta Louise Kamps en Henricus Johannes van Meegeren. Zijn vader was leraar. Han kreeg een streng rooms-katholieke opvoeding. Hij bezocht de HBS in Deventer en kreeg tekenles van de schilder Bartus Korteling. In 1907 werd hij door zijn vader naar Delft gestuurd om bouwkunde te studeren. In 1912 kreeg hij de eerste prijs voor zijn tekening van het interieur van de Sint-Laurenskerk in Rotterdam. In datzelfde jaar trouwde hij, tegen de uitdrukkelijke wil van zijn vader, met Anna de Voogd, die hem 2 kinderen schonk, Jacques en Pauline. Kunstcriticus C.H. de Boer karakteriseerde hem in 1916 als een schilder die voorbestemd is om de weg van de roem te bewandelen. In het jaar daarop kreeg hij zijn eerste tentoonstelling met 43 werken. Op 23 maart 1923 laat hij zich scheiden van zijn eerste vrouw om te kunnen trouwen met de actrice Jo Oerlemans.
die gehuwd was geweest met kunstcriticus C.H. de Boer. Tot 1932 woonde hij achtereenvolgens in Rijswijk, Scheveningen en Den Haag, waarna hij zich tot 1940 vestigde in Zuid-Frankrijk. Begin 40 neemt hij zijn intrek in Villa de Wijte in Laren. In het najaar van 1943 verhuist hij van Laren naar Amsterdam, waar hij zich vestigt op de Keizersgracht nummer 321. Hij laat zich scheiden van zijn vrouw Jo Oerlemans, om financiële redenen, want Van Meegeren had inmiddels miljoenen vergaard. Op 22 mei 1945 meldde de Times dat in de nalatenschap van Hermann Göring door kapitein Harry Anderson, kunstexpert van de Amerikaanse 101e Airborne Division, in Schloss Fischhorn bij Zell am See een schilderij was aangetroffen van Vermeer. Het schilderij was door Göring gekocht van een zekere Miedel voor 1.650.000 gulden. Via Rienstra van Stuyvesande, die het in 1943 verkocht had aan Miedel, leidde het spoor naar Vermeegeren. Op dinsdag 28 mei 1945 werd Van Meegeren gearresteerd en ingesloten in het huis van bewaring aan de Weteringschans in Amsterdam. Men beschuldigde hem van collaboratie. Na 14 dagen eenzame opsluiting, wat voor Van Meegeren een verschrikkelijke en zware straf was vanwege zijn zwakke zenuwgestel, besloot hij het grote geheim prijs te geven. Hij zat als een rat in de val. In het Paleis van Justitie te Amsterdam werd op 29 oktober 1947 het proces geopend tegen Han van Meegeren, de kunstschilder die in 1945 de gehele kunstwereld in beroering bracht door zijn opzienbarende bekentenis dat het door talloze kunsthistorici hooggeprezen doek de Emmausgangers niet door de 17e eeuwse Delftse kunstenaar Johannes Vermeer, maar door hem geschilderd werd. Geen kopie, maar een geheel eigen schepping waarop alleen de handtekening vervalst is. Zijn bekentenis in 1945 volgde op de ontdekking van wederom een Vermeer die men aantrof in de particuliere kunstverzameling van Hermann Göring. Het spoor leidde via een kunsthandelaar naar de schilder Han van Meegeren. Dit doek werd, met inmiddels nog andere ontdekte Vermeers en de Hoogs, als bewijsstukken bij het gerechtshof afgeleverd. Han van Meegeren, wiens werk in eigen land door vele kunstcritici verguisd werd, maar die door dezelfde critici, onder de naam Vermeer, de hoogste lof oogste die een kunstenaar bij zijn leven oogsten kan. Han van Meegeren. Een man, zoals het psychiatrisch rapport hem omschreef, met buitengewone geestelijke gaven en een verbazingwekkend geheugen. Een uiterst sensitieve persoonlijkheid die behept is met de ongelukkige eigenschap om kritiek, die hij als onrechtvaardig voelt, op abnormaal felle wijze te willen wreken. Wat hem, zij ten koste van zichzelf, fenomenaal is gelukt. De toenmalige officier van justitie, meester H. Wassenberg, wiens taak het was het wettig en overtuigend bewijs van Van Meegerens bedrog te leveren, onderwierp de schilder verscheidene malen aan een verhoor. Op 12 november 1947 deed het gerechtshof uitspraak. Han van Meegeren werd wegens oplichting veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf in Leeuwarden. Hij heeft zijn straf in de Friese gevangenis niet uitgezeten. Al meteen na de uitspraak werd hij zwaar ziek in de Valeriuskliniek in Amsterdam opgenomen. Op 30 december 1947... 17 uur 0 minuten is in de gemeente Amsterdam overleden Van Meegeren Henricus Antonius, oud 58 jaar, van beroep kunstschilder, geboren te Deventer en wonende al hier. Van echtgescheiden echtgenoot van Oerlemans Johanna Theresia, eerder van echtgescheiden echtgenoot van de voogd Anna, zoon van Van Meegeren Henricus Johannes en Kamps Augusta Louisa Henrietta, beiden overleden. De aangifte van dit overlijden is gedaan door de goede Samuel Leonard van beroep aanspreker. Grietje Veldman is de uit Friesland afkomstige verpleegster die de meeste vervalser dood in bed heeft aangetroffen. En hem even daarvoor als laatste nog had gesproken. Mevrouw Van Zeggelaar, toen u nog zuster Veldman was, bent u eigenlijk de laatste persoon geweest die met Han van Meegeren gesproken heeft. En ik denk dat u aan dat gesprek, aan dat laatste gesprek met hem, een speciale herinnering overgehouden heeft. Dat heb ik zeer zeker. Wij hebben het samen heel veel over Friesland gehad. Want daar had hij interesse voor. Leeuwarden werd nooit genoemd hoor. En wij mochten natuurlijk als leerling verpleegster was ik toen nog ook niet over praten.
Maar hij begon het met mij wel eens over. En toen zegt hij, ik wil iets voor jou maken wat echt Fries is. Maar toen de volgende dag, toen kwam ik op afdeling. En toen zeggen ze, Veldman, meneer Vermegen mag niet zijn bed uit. Nou, dan weet je dat, neem je voor kennisgeving. En nou, ik ging even naar hem toe en ik groette hem even. En hij zegt, ik moet naar het toilet. Hij zei niet van mij tegen mij, natuurlijk mag het bed niet uit. Nee, ik zei, dat mag niet. Ja, zei, want kijk, dat moet ook nog af. Ja, maar ik zei, u mag uw bed niet uit. Doe dat nou ook niet. Ik zeg, ik haal even een urinaal, want hij moest dus naar het toilet. Ik zeg, en nou, ik loop, dat is maar even van de kamer naar de gang. Daar hadden wij een kast, daar zaten urinaals in. Ik haal de urinaal. En hij was overleden. En net ervoor had hij nog gezegd van, ja, ik moet dit moet nog even afwerken. Ja. Ja. Het is dus niet zo dat hij zelfmoord zou hebben gepleegd? Nee, oh nee, dat dachten ze. Want toen is de politie gekomen, is alles in beslag genomen. Ook mijn schilderijtje. En zoals u hem ervaren heeft, wat was het voor man? Nou, bijvoorbeeld, ik zei tegen dat ik hem op zou zoeken. Hè? Als ik thuis was en ik zeg, dan neem ik een fijne Friese koek voor u mee. Hij zegt, dat hoeft niet zo, meid. Als jij komt, eten en drinken bij voor me. Weet u wel, zoiets. Maar ik, ja, verder vond ik het een heel fijne, sympathieke man. Hij zei niet zoveel, hoor. Kreeg hij veel bezoek? Jawel, jawel. Ja, zijn vrouw kwam altijd en zijn zoon. En dan nog een vriendin. Kwam er ook wel. Er is altijd over hem gezegd dat hij ontzettend veel van vrouwen hield. En dat hij altijd heel veel vrouwen om zich heen had. Ja. En daar ben ik wel nieuwsgierig naar, die vriendin. Kan u zich daar niet verder over herinneren? Het is alleen dat u het dan tegen mij zei, als zij vrouw er was, let je even op. Of zij komt, dat ik haar even aan de praat moest houden. Dat wel. Ja. Ja. Nou, dan probeerde je dat. Och ja, dat was zijn leven. De geruchten over Van Meegerens turbulente liefdesleven en alcoholmisbruik waren legio. Al sedert de Eerste Wereldoorlog was de schilder bevriend met de artsenfamilie Quatero. De heer W.P. Quatero, honorair consul van Peru, wiens vader door Van Meegeren geportretteerd werd, herinnert zich de schilder nog heel goed. Hij zoop, hij rookte, hij sliep weinig, hij was niet matig, niks. En hij zat in ontzettende stress, dus die man die zou, maar dat is ook precies waar. Hij zegt, dan, anders was het verder bekend geworden. Die doodsoorzaak die in de tijd van hem gezegd heeft, hartstilstand, dat klopt. Er is ook gezegd dat hij van haar gescheiden is omdat hij trouwplannen had met iemand anders. Ja. Kijk eens, ik ben er niet bij geweest, maar ik geloof er niets van. Het was helemaal de type niet. Hij was dol op Jo, zowel zij of hem ook. En als hij een vriendin nodig had, dan liet ze hem gewoon gaan. En daar hoefde ze helemaal niet voor geschreven te zijn. Ja, hij was toch dol op vrouwen. Dus hij beweerde ook heel veel vriendinnen te hebben. Nou, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Hij had vele vriendinnen. Hij had ook veel vrienden. En die vriendinnen, die waren hoofdzakelijk bij hem erop uit om te krijgen wat ze graag wilden hebben. Namelijk een juweeltje. Een ring met een of ander briljantje erin, als je het tegelijk. Want op een goed ogenblik toen hem dat voor de voeten gegooid werd, zit hij wat, al die vriendinnen. Heb ik geen donder aan, want ik ben zo impotent als de pest. Dus die vriendinnen kunnen me niet schelen, maar die meisjes komen hier graag om een beetje lol te trappen en dan gaan ze weer weg. Ik vind het best. Maar hij had inderdaad er niks aan en hij deed ook niks aan. Kort voor zijn dood heeft Han van Meegeren nog een brief gestuurd naar uw familie. En over de inhoud daarvan heeft u nooit eerder iets onthuld. Ik heb wel eens gezegd dat ik hem had. En dat maakt verder niks uit. Iedereen mag weten dat ik die brief heb. Maar het is niet een brief dat je zegt, nou, hier, gooi hem in de pers of zo. Daar is geen sprake van, omdat daar dingen in gezegd worden van mensen die zich beledigd zouden kunnen voelen of die geen weerwoord meer kunnen hebben omdat ze inmiddels gestorven zijn. Dat vind ik niet juist. Kunt u daar toch een passage uit voorlezen? Tja, ik zal kijken of ik nog een stukje kan vinden dat niemand kwaad doet. En aan het eind waarschijnlijk. Even. Het is een... Ja. De brief heeft 14 kantjes.
Jullie weten nu zo ongeveer alles. Maar zijn buiten de instanties om ongeveer de enige. Daarom verzoek ik jullie dringend er weinig over te spreken. Wel met intimi, maar nooit tegen kranten, jongens, die op hun pleepapiertjes alles omdraaien. Ik snak naar jullie milieu om een derde graadsverhoor te ondergaan. Mocht deze film geen happy end voor mij hebben, vernietig dan het werk dat jullie nog hebben en vergeet Han van Megeren. Denk bij jullie opbouw van ons heerlijke land aan Adema van Schelkema. Want groot toch is uw volk Holland, verwant aan haar heerlijk verleden, dat tussen uw hemelen en zeeën bleef groeien en tussen de wisselende eeuwigheden zich bereid om opnieuw te gaan bloeien. Wees niet wraakzuchtig zoals ik, maar blijf zoals altijd lief voor alle mensen, ook voor je vijanden. Ik word sentimenteel en breek dus af. Han, de eenzame geestelijke steuntrekker. Dat was het. De journalist Jan Spierdijk, die destijds voor het dagblad De Waarheid schreef, deed in Berlijn onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog een onthutsende ontdekking. Jan Spierdijk, in uw boek Andermans Roem heeft u een hoofdstuk gewijd aan Han van Megeren. En u zegt het is een boek over mensen die ik goed heb gekend. Ja. Hoe goed heeft u Han van Megeren gekend? Nou ja, tamelijk goed. U bent ook boos op hem geworden, of teleurgesteld. Nou, ik ben erg boos geworden, want hij heeft altijd volgehouden dat hij hier politiek goed was. En toen bleek het tegendeel. Toen ik een keer in Berlijn was voor De Waarheid, waar ik de intocht van de Amerikanen heb meegemaakt en terugkwam uit de Rijkskanselarij en toen een boek ontdekte bij een Belgische collega waarin stond een opdracht aan de Führer, dem geliebten Führer, in dankbare anerkennung gewidmet, Han van Megeren. Dat heb ik vervolgens naar Nederland geseind. En dat heeft erg veel opschudding veroorzaakt, wat ik niet kon bevroeden, want ik had geen contact met Nederland. Maar dat viel midden in het proces over de vervalsingen. Men heeft ook beweerd dat hij dat helemaal niet geschreven had, dat het ook een vervalsing was. Ja, dat is natuurlijk wel, als vervalsers over vervalsingen gaan praten, wordt het natuurlijk een heel moeilijke zaak. Dat werd dit ook. Hij moest natuurlijk wel ontkennen. Hij moest natuurlijk wel zeggen dat het vals was. Maar het viel niet vol te houden. Weliswaar had ik dat boek niet. Want het boek maakte deel uit van een soort kleine, ik zou haar zeggen, kleine kunstroof van Belgische collega's. Die hadden in de Rijkskanselarij hadden ze prachtige iconen meegenomen. En ook dat boek. Maar ze wisten niet van wie dat boek was. En de heer Nicolaas Bal, ik geloof tot voor kort hoofd van de BRT, was een van de heren en die bezat dat boek. Die heeft dat boek aan mij laten zien en zei van wie is dat? En toen zei ik, verrek, dat is van Han van Megeren. En toen werd ik verschrikkelijk boos en heb dat naar Nederland doorgezeind. Dat boek, toen ging me later in twijfel trekken of dat boek wel bestond of dat het ook een vervalsing was. En toen heb ik een fotocopie van dat boek laten maken in Brussel. Ik heb contact opgenomen met onder andere Pierre Dubois, die daar zat, en met de heer Bal. En de fotocopie heeft dus ook in De Waarheid gestaan. Maar u heeft hem zelf doen bekennen dat hij dat geschreven had? Ja, ik heb erover met hem gepraat in Eilders. Toen was hij nog vrij en toen was hij boos, maar ook teleurgesteld. En ik was ook boos en teleurgesteld. En toen heeft hij dan moeten toegeven dat hij dat natuurlijk wel gedaan had. Kunt u dat nog eens vertellen, hoe hij dat heeft gedaan? Of hoe u erin geslaagd is om hem zover te krijgen? Nee, dat is een soort twistgesprek geweest dat onder drank toch altijd weer een beetje aardig geworden is. Dat een zekere toenadering, het is natuurlijk nooit meer wat geworden. Bovendien is hij kort daarop in de gevangenis verdwenen. Ik heb het proces ook niet bijgewoond. Ik had het gewoon te druk en ik ben ook niet een type dat zo'n zaak verder gaat vervolgen. Er zijn andere journalisten die zich daarover opgestort hebben en een heel gevecht hebben gevoerd om voorrang te krijgen bij de publicaties, zoals Johan Luger en Bob Wallach, die alsmaar met primeurs kwamen, zogenaamde primeurs, maar er viel niet zoveel te primeuren.
Ik herinner me nog wel dat ik in de oorlog bij Van Meegeren wel eens op zijn atelier ben geweest, slechts één keer. En dat hij toen vanaf zijn atelier door de marmergang op de fiets naar de voordeur reed. Want dat was een gewoonte en daar opendeed. En toen heb ik zijn atelier mogen zien, onder andere, en dat herinner ik mij heel goed, een prachtig portret van de beroemde cellist Cassado. En dat portret, achteraf zeg ik dat, en dat zag ik toen natuurlijk niet, was helemaal in de stijl van Frans Hals geschilderd. Ik ben er dan ook van overtuigd dat er vele halsen in omloop zijn die van het penseel gevloeid zijn van Van Meegeren. Maar u kende hem voordat u boos werd. En als u nou zou moeten beschrijven wat voor man dat was, wat zou u dan zeggen? Nou, het was in de omgang was het een heel leuke, spirituele man, cynicus. Hij was erg teleurgesteld dat hij niet zijn carrière had kunnen vervolmaken in Den Haag. Hij was daar een soort modeschilder. Hij maakte een beetje kitschige portretten. Het beroemde geitje kent u natuurlijk wel. En hij werkte tegenover het paleis Noordeinde. En hij vertelde mij ook een keer dat als de wind, als hij model had en de wind woei in de richting van het paleis Noordeinde, dat prins Hendrik dan snel naar het atelier kwam om ervan mee te genieten. Het is natuurlijk een man die altijd grote plannen heeft gehad en hij heeft ze natuurlijk gedeeltelijk gerealiseerd, maar dat ligt natuurlijk op het vlak van het vervalsen en het verkopen aan de Duitsers. Daar moet hij toch een geweldige handigheid in gehad hebben, dat hij natuurlijk die hele troep die om Göring hing, dat hij die bij de neus genomen heeft. En dat, die opdracht in dat boek is daar natuurlijk toch een soort onderdeel van. Kaft is helemaal pro-Duits. Ja. En de bijdrage van Martin Weversluis. Martin Weversluis heeft daar sonetten ingeschreven, gedichten ingeschreven. En Martin Weversluis was in het begin een anarchistische man, zeer linkse man, die in de oorlog fout geworden is en burgemeester van Veren, de foute burgemeester van Veren. En dat was de naaste medewerker, dus het zat wel in die hoek. Er is natuurlijk veel meer gebeurd dan ik weet of dan wie dan ook weet eigenlijk. Zie? In een brief van 13 mei 1976 aan doctorandus Marijke van den Brandhof, die in 1980 zou promoveren op Van Meegeren, schrijft jonkheermeester M. van der Goed van Naters dat hij als voorzitter van de Ereraad voor de Beeldende Kunst in 1947 ook het geval Han van Meegeren kreeg te behandelen. Het verweer dat niet hij de opdracht in zijn boek had geschreven, maar een ander, was volgens Van der Goed van Naters niet steekhoudend. De bij het onderzoek betrokken schriftkundige wist uiterst positief zijn negatieve oordeel te bekrachtigen. Van Meegeren had zelf de opdracht geschreven. In zijn brief aan de familie Quatero schrijft Han van Meegeren over deze affaire: over de chanterende berichtjes in de kranten over mijn zogenaamde NSB of nazischap en een boek aan Adolf Hitler opgedragen het volgende. Ik ben geen lid van de cultuurkamer geweest. Voor het boek bestaan drie verklaringen. Ten eerste, of het bestaat niet. Ten tweede, het kan een valse chantagepoging zijn van Spierdijk. Ten derde, een Duitser die mijn boek gekocht heeft het zelf gedaan. Beversluis kwam vragen of hij gedichten in mijn boek mocht schrijven. Na mijn informatie bleek hij NSB'er te zijn. Ik antwoordde dat ik geen bezwaar zou hebben mits hij het lidmaatschap afschreef. Wat hij direct deed, mede in tegenwoordigheid van zijn vrouw en Jo. En welke brief ik persoonlijk aangetekend heb verzonden naar Utrecht. Er is veel gepubliceerd over Han van Meegeren. En zo promoveerde in 1980 in de faculteit der letteren aan de Universiteit van Amsterdam Marijke van den Brandhof met een vroege Vermeer uit 1937. Een opmerkelijk werkstuk dat een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de kunsthistorische wetenschap. Vlak na haar promotie gaf dokter Marijke van den Brandhof, die op 24 augustus 1989 op 42-jarige leeftijd in Amsterdam overleed, haar enige en nog bewaarde televisie-interview. Wat vond zij van Van Meegeren? Je kunt niet zeggen dat hij een echt miskende kunstenaar was. Voor echte revanche was helemaal geen reden. Het was wel zo dat hij in de eerste jaren in financieel vrij grote moeilijkheden heeft gezeten. Toen heeft hij echt af en toe het gepresteerd om met zijn tekeningen langs de huizen te gaan en met iemand aan te bellen en te vragen: wilt u misschien een tekening van me kopen? Gewoon omdat hij het geld nodig had. Hij betaalde zijn huishuur in schilderijen.
En op die manier ben ik dus ook een aantal schilderijen weer op het spoor gekomen, doordat ik toevallig bij iemand terechtkwam die een huisbaas van Vermeegeren is geweest. Nadat Vermeegeren zijn Frans Hals had gemaakt, is hij niet onmiddellijk doorgegaan met het maken van schilderijen in de trant van een oude meester. En dat komt natuurlijk omdat hij niet zomaar in hetzelfde bekende procedé door kon gaan. Hij vond in 1932 of misschien iets daarvoor een boekje dat hem een idee aan de hand deed voor een nieuw procedé. En dat nieuw procedé bestond er dan uit dat hij zou schilderen met kunsthars in plaats van met olie of lijm. Hij maakte in die tijd zijn eerste Vermeer. Dat was een voorstelling van een dame en heer aan Spinet. Marijke van den Brandhof kwam op het idee haar onderzoek naar Vermeegeren te starten. Na het zien van de solovoorstelling Het Fenomeen, de gedramatiseerde documentaire geschreven door Marie-Louise Doudard de Lagrée. Henk van Ulzen, heeft u Het Fenomeen 15 jaar geleden gespeeld omdat u dol was op mevrouw Marie-Louise Doudard de Lagrée, of omdat u een enorme affiniteit heeft met de schilder van Vermeegeren? Nou, ik zou genoeg reden hebben omdat ik inderdaad bijzonder op Marie-Louise ben gesteld geweest. Maar dat is niet doorslaggevend. Ik denk dat voor een toneelspeler doorslaggevend is als hij de rol die hij aangeboden krijgt, die hij leest en waar hij zijn beelden mee krijgt, dat hij zo waardevol lijkt dat je er gewoon aan begint. In dit geval was het wel iets heel bijzonders, omdat het gebeurt niet zo vaak in je leven dat je iets speelt, een rol speelt, iemand speelt die ook werkelijk heeft bestaan. En via Marie-Louise Doudard de Lagrée, om er een keer voluit te zeggen, zelf hield ze daar niet zo van, via haar heb ik juist de man van Meegeren enorm op mijn bordje gekregen. Zij had daar een heel duidelijk beeld van. Direct al na de oorlog en tot zijn dood toe heeft ze hem heel goed gekend, met hem omgegaan. Ze was zijn biografe, heeft hij ook eerder gezegd, jij moet mijn biografe worden. Ze had zich nogal pittig opgesteld over haar kloosterleven en zo, en dat had hij gelezen en daarom dacht hij, dat is een schrijfster die geen blad voor de mond neemt, die moet de waarheid om eens vertellen. Dus toen ik via Marie-Louise geconfronteerd werd met de figuur van Meegeren, toen was dat reden genoeg om het te gaan doen. Maar je ontdekt pas later, als je ermee bezig bent en repeteert en als het een vorm krijgt, waarom je dat eigenlijk gedaan hebt, intuïtief. Je kan je ook vergissen. Maar waarom ik het wel gedaan heb? Nou, omdat ik toch genoeg herkenning voelde bij de figuur van Meegeren in de provinciaal die aan de rivier opgegroeid, daar zijn eigen leven leidt door zijn kleine uitstapjes langs het water met zijn tekenboekje en daar wat zijn eigen leven leidt en van daaruit via een hele gefrustreerde situatie met de ouders in de grote stad terechtkomt en dan niet zo erg aan te pas komt als schilder, relaties heeft, zijn vrouw, zijn gezin heeft, vriendinnen heeft, tenslotte die oorlog en ik denk uit een absoluut gefrustreerd gevoel zich bewust gezet heeft tot het, niet zozeer tot het vervalsen om het vervalsen, als wel bewijzen dat hij dat kon en daarmee in dat tijdsbestek er ook helemaal rijp voor was vanwege de oorlog en cultuur goed willen behouden en in Holland houden. Dus het was de autoriteiten en de mensen met geld ook heel veel waard om een Vermeer eventueel te kopen. Dus daar werd niet zo gauw aan getwijfeld. Dus is het woord wraak te hard? Ik denk het niet. Is dat het meest frappante aan hem, dat hij zich heeft willen wreken? Ik denk dat het te makkelijk is om dat te zeggen. Dat het alleen maar wraak zou zijn. Ik denk dat het een complex is van heel veel dingen waar dat gevoel van rachen, om nog maar meteen maar een Duits woord te gebruiken, ook in meedeed.
Maar vooral ook voor zichzelf. Dus niet zozeer om de anderen aan te tonen van ik kan heus wel wat jullie niet van mij verwachten, maar ook om zichzelf daarin sterk te voelen. Ik denk dat het een, wat ik ervan heb gehoord uit oorgetuigenverslagen, wat ik ervan gelezen heb, dat het een bijzonder scherpzinnige geest is geweest. Kwetsbaar, klein, van gestalte. Ik denk dat hij zich gauw over, dat hij zich gauw overweldigd voelde. Maar dat er van binnen altijd een soort vuur was, heel krachtig van, daar kom ik doorheen, dat haal ik en dat bereik ik. Maar hij vond kunsthistorici bijvoorbeeld arrogant. Dat vond hij? Ja. Ja, dat waren ze natuurlijk ook. Dat zijn ze vaak nog. Wat dat betreft heeft Van Meegeren ons een les gegeven die tot in het huidige moment doorleeft en nog wel door zal blijven leven. Hij bedoelde denk ik daarmee een arrogantie van de kunsthistorici van, die op basis van kunsthistorische wetenschap het allemaal zo goed weten, maar die dan eigenlijk het wezen van de kunstenaar, van de schilder, absoluut overslaan. En dat gebeurt vandaag de dag nog, daar weet ik, zou ik je voorbeelden maar kunnen noemen, dat mensen zich absoluut aangetast voelen omdat ze door de kunsthistorici of de critici zo in een dwangpositie raken, dat ze eigenlijk geen kant meer op kunnen. Van Meegeren heeft wel degelijk een kant op gekund. En of het alleen maar was van, ik heb de pest in en ik word niet geëerd en ik heb bijvoorbeeld nooit bij Van Meegeren in gesprekken die over hem geweest zijn, of wat ik over gelezen en gehoord heb, nooit gehoord dat hij zich tegen een kunstgenoot van zijn tijd afzette. Je zou nu nog kunnen zeggen van een bepaalde schilder, ja, die voelt zich er niet aan te pas komen, omdat die andere er zo ontzettend aan te pas komt, een modische schilder, wat allemaal in iedere periode voorkomt. Iedere periode heb je schilders die het publiek op een andere manier raken, dat ze heel illustratief zijn of wat dan ook. Maar ik denk dat eigenlijk bij Van Meegeren niet speelde. Ik denk dat als die oorlog niet had gedreigd en niet was gekomen en hem dat niet daardoor miljoenen op zijn bank had gebracht en hij dus letterlijk en figuurlijk de gebraaide haan kon uithangen met velen, met veel vrouwen en vriendinnen, wat een Sodom en Gomorra suggereert, maar wat het helemaal niet geweest is, naar mijn gevoel. Als die hele context van oorlog en consequentie er niet was geweest, dan zaten we hier niet over hem te praten. Op 18 juni 1938 werd het schilderij De Emmausgangers van Han van Meegeren als een Vermeer voor 540.000 gulden verkocht aan Museum Boijmans in Rotterdam. Professor Dr. W. Vroentjes maakte in 1946 deel uit van een commissie van deskundigen die belast was met het natuurwetenschappelijk onderzoek op grond waarvan Van Meegerens Vermeers en De Hoogs definitief tot vervalsingen werden verklaard. Toen professor Vroentjes onlangs het schilderij De Emmausgangers in het Boijmans van Beuningen Museum in Rotterdam nog eens bekeek, ontdekte hij dat het schilderij er anders uitzag dan in 1946. Ja, bijzondere herinnering heb ik inderdaad aan dit schilderij. Ik heb het in 1946 in de strafzaak tegen Van Meegeren heb ik het ongeveer een half jaar in mijn laboratorium gehad. Het schilderij is in zoverre veranderd dat daar linksbovenaan, daar stond inderdaad een hele fraaie signatuur in de tijd. Ik moet zeggen, een bijzonder suggestieve signatuur van Vermeer. Dr. Johan R. ter Molen, directeur van het Museum Boijmans van Beuningen, gaf het volgende commentaar op de ontdekking van professor Vroentjes. Het Museum Boijmans van Beuningen heeft sinds 1939 een stichting in het leven geroepen door grote Rotterdamse verzamelaars, waaronder D.G. van Beuningen en W.G. van der Vorm. Het inventarisboek van de stichting waarin de vele omruchte aankopen staan geregistreerd, vermeldt onder nummer 1 De Emmausgangers van Johannes Vermeer. Het is mij niet bekend wanneer de signatuur van het schilderij verdwenen zou kunnen zijn. In ieder geval is dat niet in de laatste decennia gebeurd, want dan zou ik dat zeker weten. Laten we het er maar op houden dat die geheimzinnige verdwijning van Vermeers naam het zoveelste mysterie is in de affaire van Meegeren.
Professor Van Os, u bent directeur van het Rijksmuseum en kunsthistoricus. Kunt u mij als kunsthistoricus verklaren hoe het komt dat een halve eeuw geleden zoveel mensen daarin getrapt zijn en geloofd hebben dat het wel een Vermeer kon zijn? Nou, van dit schilderij kan ik dat minder goed, omdat het uit de boedel van Van Meegeren hier is terechtgekomen. Er is ook nooit iemand ingetrapt. Maar bij de Emmausgangers is het eigenlijk een heel interessant gegeven waarom men toen dat als een Vermeer heeft herkend. En niet alleen zomaar als een Vermeer, maar als echt een hele bijzondere Vermeer. Een Vermeer extra. Mooiste, ja. Dat is een heel fascinerend iets. En je ziet dus ook dat echte geniale vervalsers, die vervalsen dus niet objectief een schilder of kopiëren, maar die vervalsen, die schilderen het beeld wat in een bepaalde tijd van Vermeer leefde. En zo is dat dus hier ook gebeurd. Er was een stelling, een gevoel dat die heiligheid van de dagelijkse dingen die aan Vermeer beleefd werd, dat die er aanleiding toe zijn dat hij in zijn jeugd, dat hij was begonnen met een religieuze onderwerp, hoewel er in zijn werk geen aanleiding toe was. En dan is zijn laatste avondmaal natuurlijk fantastisch, want daar heb je dus de heiligheid, de dagelijkse dingen. En zo heeft Van Meegeren dus iets ingevuld wat een kunsthistorische hypothese was. En toen dat werk opdook, toen waren natuurlijk de kenners die met die hypothese leefden en die zelf hadden geformuleerd, opgetogen over het kunstwerk. En enkelen die daar niet door waren geconditioneerd, door die smaak van Vermeer, die hebben ook wel geazeld. Stel dat het vandaag zou gebeuren, zouden de mensen dan nog intrappen, kunsthistorici? Nee, omdat het ons Vermeerbeeld niet meer is. En ook wel, denk ik, omdat we toch anders zijn gaan kijken. Want ik moet heel eerlijk zeggen, dit schilderij, daar is nooit iemand ingetrapt. En dat stond vanochtend hier bij mij op de kamer, omdat het leuk was om het hier in de uitzending te hebben. En je kijkt ernaar en je denkt, oh, dat is echt interessant. Mooi Vermeer lijkt dat wel, heel van afstandje. Maar als je dichterbij komt, dan zie je dat het ontzettend oppervlakkig geschilderd is. En dat het dus helemaal niet die hele zware, volle manier van gewaden schilderen kent die Vermeer zelf heeft. Kijk maar naar de Melkmeid hier in het museum of naar enige andere Vermeer. En dat is ook verbazingwekkend. Dus we kijken nu ook anders. En je kijkt echt, ik weet niet precies hoe, maar in ieder geval is het zo dat als je hier zo naar die plantuur kijkt, dat je denkt, ja, dat kan niet. Het lijkt op een afstandje wel een Vermeer. Maar als je echt goed gaat kijken, is het onvoorstelbaar dat het er ooit voor gehouden zou zijn. Er zijn diverse mensen die laten doorschemeren dat er inderdaad nogal wat valse Frans Halsen enzovoort zouden hangen in musea en in privécollecties. Heeft u een vermoeden waar die zouden kunnen hangen? Nee. Want ik ben totaal geen specialist op het gebied van Frans Hals. Maar ik heb er wel. Frans Hals is ook een moeilijke schilder, omdat hij losse beweging heeft die je natuurlijk betrekkelijk. En Vermeer is wat dat betreft, lijkt mij veel moeilijker. En je hebt Frans Hals vervalsingen, die heb ik ook wel eens gezien. Die zijn echt moeilijk te onderscheiden, vind ik moeilijk. Veel moeilijker dan dit, eigenlijk. Professor Vroentjes, u was na de oorlog directeur van het gerechtelijk laboratorium. U was erbij als scheikundige. Ik was erbij als scheikundige, de Wild was ook scheikundige. Ik geloof dat Trouwens ook scheikundige was. Koermans, dat weet ik niet precies wat hij was, of hij fysicus was, of kunst. Hij was in ieder geval ook kunsthistoricus. Maar goed, hij was dan, heeft dus dat röntgenonderzoek, is hij mee begonnen. Altijd wat er was bijna klaar. En die schilderijen zijn toen naar het laboratorium gekomen, in de zomer van 1946. En toen zijn we begonnen met het technisch onderzoek. En het is natuurlijk wel interessant, waar dat. Het was helemaal niet zo verschrikkelijk moeilijk natuurlijk, want hij had volledig bekend van Meegeren. Hij had ook in alle details wat hij verteld, hoe hij deze schilderijen opgebouwd had. En hij vertelde ook, inderdaad, zoals elke vervalser van de 17e eeuw schilderij, zei hij ook, laten we zeggen, zijn probleem was natuurlijk, om zo maar te zeggen, ik kan wel een Vermeer schilderen, maar als ik dat ga presenteren, dan moet het 300 jaar oud zijn.
En dat is voor elke vervalser van zo'n 300 jaar oud schilderij, is dat natuurlijk het probleem. Maar hoe geef ik, laten we zeggen, dus die verflaag, waar ze het aanzien, een betrouwbaar aanzien, laten we zeggen, dus van een 17e eeuw schilderij. Van Meegeren kocht dus oude schilderijen en die gebruikte hij dan om zijn vervalsingen te maken. Ja. Maar wat deed hij met het oude schilderij? Liet hij er allemaal op of krabde hij er af? Hij moest natuurlijk de voorkant moest hij zo goed mogelijk schoonmaken. Want anders zou hij zeggen, bij de eerste beste röntgenfoto zou hij door de mand vallen. Bij de hemelschappen, daar zei hij, dit is een opwekking van Lazarus geweest, heb ik helemaal voor schoongemaakt. Maar daar zit een kopje, die waren dat van een vrouw die daar op dat schilderij. En daar kon ik het niet goed afkrijgen. En bij de röntgenfoto bleek inderdaad op de plaats die aanwees, maar dat op die röntgenfoto zie je daar heel duidelijk nog de schaduw. Laten we zeggen, van zo'n vrouwenkopje. Dus dat is eigenlijk ook een bewijs van zijn auteurschap. Ik heb u nog niet verteld dat die verf, die werd dan verhit. Laten we zeggen, de schilderij werd verhit op 100 graden. En dan ging je daar dus die krakeluren in maken. En dan ging je dat schilderij, als die krakeluur erin zat en gevernist was en het helemaal droog was, dan ging je het nog eens een keer insmeren met Oost-Indische inkt. Om een mooie donkere zwarte krakeluur te maken, om die krakeluren goed visueel te maken. Dan maakte hij het weer schoon en dan werd het tenslotte gevernist. Ook vandaag nog zijn er veel mensen in Nederland en België die een grote bewondering koesteren voor Han van Meegeren. Hij was de meester die vermaarde kunsthistorici en critici om de tuin wist te leiden en de hebzucht van havenbaronnen afstrafte. Dankzij hen kon hij beschikken over vele miljoenen en kreeg hij veel vrienden en vriendinnen. Bij hun naspeuringen naar de waarheid over het verleden van Meegeren werden de makers van deze documentaire regelmatig geconfronteerd met het bestaan van een speciale vriendin van de schilder. Op voorwaarde dat haar anonimiteit zal worden bewaard, verklaarde mevrouw H. uit Amsterdam, die momenteel ernstig ziek is, dat Van Meegeren om haar van Jo Oerlemans is gescheiden, ten einde na het proces en de strafperiode met haar in het huwelijk te kunnen treden. Ze zei veel voor hem als schildersmodel te hebben geposeerd en bezocht hem bijna dagelijks in de Valeriuskliniek. Ook vertrouwde ze toe dat zij Han van Meegeren tijdens een eenzame opsluiting 's nachts kon bezoeken, omdat de schilder erin was geslaagd de bewakers om te kopen. De heer en mevrouw Kooi uit Schoonhoven zijn verwoede verzamelaars van Meegerens werk. Ik vind wat hij maakt, wat Meegeren maakt, erg mooi, ondanks dat ik, als ik eerlijk ben, dat er zo af en toe iets tussen zit wat ik zeg, nou, dat zou hij zelf hebben weggegooid en dat hebben ze nog uit een oude prullenbak gehaald en weer ingeluisterd. Maar, dus u houdt niet van die falsificaties? Of wel? Of vindt u dat echt knap dat hij dat zo goed kon? Ik vind het zeer knap. Ik vind het zeer, zeer, zeer knap, ja. En tenslotte hebben ze miljoenen, tientallen miljoenen zijn ze waard geweest. En als ze vandaag in de veiling kwamen, ook die dure dingen van Meegeren, zouden ze niet meer opbrengen, dus misschien een 10.000 gulden hoog en hoog uit. Wellicht halen ze het niet. Omdat ze falsificaties gewoon beoordeelden als echte stukken. Ja. Nou, wat denkt u van dit aspect van zijn persoonlijkheid? Ja, dat vind ik gewoon grappig. Dat vind ik gewoon prachtig. Dat zeg maar een van de grootste kunstkenners in Nederland op zeker ogenblik je immersvanger ziet en zegt, nou, dat is het grootste, schoonste dat Vermeer ooit gemaakt heeft. Dat is voor hem een waar genoegen geweest. Deze man, die Han van Meegeren, die werd eigenlijk door zijn vader eigenlijk al in een hoek gezet. Hè. Door zijn collega's in zijn hoek gezet. Hij heeft in de Haagse kunstkring heeft hij moeite gehad om daar lid van te worden, zover het hem gelukt is. Het kan zijn dat hij het ook nooit geworden is. Dus hij moest alle zeilen bijzetten om dat te worden wat hij uiteindelijk gepresteerd heeft. Hè. Hij heeft de mensen, zeg maar, die experts bij de neus genomen, alleen met één doel van, ik van Meegeren, die kan het. En als ik dan zie dat een van Meegeren
Een bedrieger. Een vloeker. Wat ze noemen hem ook al eens Hannes de Vloeker. Hè? Ja. Dat hij eigenlijk toch nog zo vasthoudt aan zijn geloof. Hè? Nou, dat is voor mij een van de grote dingen die hij voor mij ook betekent. Van zich als voorbeeld. Kijk, van die ging zus doen, die ging zo doen. Uiteindelijk komt hij met zijn geloof, komt hij daar weer mee in het reinen. Mevrouw Jola Weber de Boer is de dochter van Jo Oerlemans, de actrice waarvoor Van Meegeren zich liet scheiden van zijn eerste vrouw. Mevrouw Weber en haar moeder hebben vele geheimen gedeeld met de meestervervalser. Die miljoenen van Van Meegeren, die zijn er echt niet meer, hoor. Nee. Dus wij om te leven moeten telkens verkopen. Het laatste wat ik nog heb is het huis, dat verkoop ik aan. En dat heb ik nog. En dan gaan we opeten. Ja, gaan we opeten. Maar ja, dat red ik wel. Ik ben al 79, zo hoog leef ik niet meer. Nee, we zijn over de helft allebei. En mam, ze heeft ook gezegd voor zijn stier. Alles verkopen, opmaken. Je hebt geen kinderen. Het gaat toch maar naar familie waar we de pest aan hebben. Sorry dat ik het woord gebruik. Ja, dat gaat automatisch dan. Hè. Zorg dat het op is voordat je doodgaat. Hij heeft een, men zegt altijd, twee lanen gehad die hij volledig heeft gekocht. Is dat zo? Ja, en mama had twee straten in Amsterdam. Twee in Amsterdam, welke waren dat? Ik weet niet. En die heeft ze toen verkocht en dat is dat geld dat in... Hij heeft het ook begraven in de tuin. En de kinderen die hebben gespit en gespit en gespit, maar ze hebben niks gevonden. Hij wist niet meer waar. Het ligt er nog? Ja. En hij wist het niet meer? Hij weet het niet meer. En mami wist het niet. Zijn eigen stijl was Frans Hals. Zijn eigen stijl was Frans Hals? Ja. Dat was een soort weergave van zijn karakter. Er hangt ook ergens een Frans Hals. Dat nog niet ontdekt is? Nee, waar Frans Hals onder staat, maar wat een Vermeger is. Maar ik zeg lekker niet waar. Nee. En er hangen er nog meer. Niet alleen Frans Hals, maar meer. Ik ga geen heilige huisjes intrappen. Hij was zo'n prachtige dode, dat we vonden eigenlijk zonde om het alleen te fotograferen. Toen kwam mams op het idee om een dodenmasker te maken. En toen hebben we gezocht iemand die dat doen kon. En die is gekomen en heeft dan met glycerine of vaseline ingesmeerd. En toen een laag gips erop. En dat laten harden. En toen het gips eraf was, toen was het in de doodskist zo'n rommel. En toen heb ik gezegd, dat zal ik wel opruimen. Dus toen ben ik gaan ruimen en ik heb het gezicht schoongemaakt en toen ineens ontdekte ik hier achter zijn oren dat het open geweest was en je zag de hechtingen er bovenop zitten aan twee kanten. Nou, toen heb ik mijn moeder geroepen en toen hebben we dat bekeken. Ik zei, nou volgens mij hebben ze hem of vermoord. Ja, dat heb ik het eerste gedacht. Logisch niet. En of ze schedel gelegd. Nou, toen hebben we de doktoren erbij geroepen en die bekenden dat ze zijn schedel gelegd hadden zonder toestemming te vragen. De makers van dit programma hebben de directie van de Valeriuskliniek gevraagd commentaar te leveren op de beschuldigende uitspraken van mevrouw Weber de Boer. Schriftelijk deelde de directie mede dat als er iemand in de kliniek wordt opgenomen, hij of zij erop moet kunnen vertrouwen dat de gegevens uit het medisch dossier niet voor anderen toegankelijk zijn zonder zijn of haar toestemming. Ook niet voor familie. Voor alle duidelijkheid, dit betekent niet dat wij ons niet zouden willen verantwoorden voor het medisch handelen als zodanig tegenover bevoegde instanties, zoals de inspectie of justitiële organen. Maar dat is hier niet aan de orde. Welke vragen u ook stelt, steeds zult u hier stuiten op het probleem dat u niet gemachtigd of bevoegd bent om antwoord te krijgen.
De heer Polmantuin is de zoon van mevrouw Polmantuin van Megeren, de lievelingszuster Guusje van Han van Megeren. Hij zegt over zijn oom Han. Oom Han was in feite een hele nerveuze man. Hij zag vreselijk op tegen de hele bedoeling rond het proces. Hij genoot natuurlijk enerzijds van de publiciteit die hij daardoor kreeg. Maar anderzijds de straf die hem boven het hoofd hing, daar gruwde hij van. Hij kon, vreselijk bang was hij in zijn hart voor dat jaar gevangenisstraf waartoe hij veroordeeld was. Hij kon helemaal niet tegen kleine ruimtes en dat moet hem vreselijk gefrustreerd hebben. Ik herinner me ook nog dat mijn ouders en ik hem opzochten in de Valeriuskliniek, waar hij is overleden. En dat wij samen voor het raam stonden en naar buiten keken. En ik, ja, als jongetje van 10 jaar, zei: God, oom Han, zullen we gezellig naar buiten wat gaan wandelen? Dat hij zei, dat is voor oom Han niet meer weggelegd. Ik sprak al eerder over de zeer nauwe band tussen mijn moeder en mijn oom. En ik denk dat het bewijs hiervan ook wel voorhanden is, als ik namelijk citeer uit een brief die mijn moeder heeft gekregen een paar dagen voor zijn overlijden. Daar schrijft hij: het maken der schilderijen is niet strafbaar. En in geval van signeren staat 2 jaar en 5.000 gulden boete. Mocht dit in snel tempo doorgaan, dan neem ik in deze brief afscheid van jullie. Een dood van 2 seconden gaat ver uit boven een langzaam. Veel is ons.